Het ondernemerscafé Bakel stond deze keer in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Na het programma van de politieke partijen hebben we de stoel met twee startende ondernemers in Bakel. Nick Manders met Sixpack. En daarna hebben we Fietshuis Wesley van den Berg. Ja, dankjewel Rick. Even kort, want we hebben natuurlijk al kort geïntroduceerd. Al welkom allemaal. Ja, mijn naam is Sam van Konburg. Tokomans, geboren en getogen in Bakel. Dankjewel Jan. Ja, ik zit hier inderdaad namens de lokale realisten en D66. Ja, Inge van Dijk, ik woon 41 jaar in Bakel. Ja, ik ben al beschrijven als ondernemer in Bakel. Dus gauw als je een aanvaring krijgt, dan moet je de politiek. Volgens mij kennen we dan met alle ondernemers tegen bij de politiek. Mijn naam is Walter Wanders. Ja, waarom Doodspartij? Nou, Doodspartij is een partij die staat midden tussen de mensen. Eigenlijk zijn wij de enige partij die eerlijk uitkomt voor wat ze zeggen dat ze dat gaan doen, ook echt gaan doen. Overeenstemming met elkaar hebben om echt dingen voor elkaar te krijgen. Dankjewel. André, waarom PvdA? Ja, mijn pitch was al een beetje begonnen. Het nieuwe industrieterrein zit nagenoeg vol. De grootste uitdaging, zorgen dat die gebieden er gaan komen. Ik denk dat we hier nog wel uren over door kunnen. Vanuit Helmond is gelobbyd. Een heel belangrijk ding waar hier natuurlijk al jaren op gaat, is het centrum. Zoals ik de partijprogramma's heb gezien, iedere partij onderschrijft dat er in Bakel echt daadwerkelijk iets moet gebeuren. Complimenten aan diegenen die ermee bezig zijn, stem voor Bakel en het adviesbureau. En dan zullen we moeten kijken, wat kunnen we doen om het mogelijk te maken? Als je kijkt dat Boekel bijvoorbeeld al 4,1 miljoen uitgeeft om het centrum op te knappen, hier ook moet gaan gebeuren en dan nou inderdaad. En de Bakel met toon eens Bakel aan de beurt is. Ik ben zuinig op die gebouwen en zorg dat ze in ieder geval naar de toekomst toe, hoe ze er ook bestemd worden, herkenbaar blijven als een stukje cultuurhistorie van Bakel. Als eerste. Na de politiek was het de beurt aan de jonge Bakelse ondernemers. Ik ben 32 jaar, kom uit Bakel, ben getrouwd en dan word ik vandaag gaan vertellen. Sixpack Bakel, sportlessen. Rick is kort begonnen en begint al een klein beetje aan de knoopjes te zien dat hij richting de Sixpack gaat. Hè. Dan zorg ik dat je met een glimlach en een sixpack weer huiswaarts kunt gaan. Houdoe en een fijne avond. Hallo allemaal, ik ben Wesley van den Berg. Ik praat niet zoveel als Nick, dus dat komt helemaal goed. Een reparatiebedrijf begonnen met haal- en brengservice. Dus aanstaande zaterdag heb ik ook een opening. Bakel. Oh, in Bakel, Juliaanstraat 17.